De Telegraaf was vroeger een van de meest succesvolle kranten van het land. Journalisten van de krant waren helden en de verkoopcijfers braken record na record. Maar vandaag, de dag, ziet de redactie er heel anders uit. Bakker Jansen organiseert krentenbollenwedstrijd. Hotdogs van Harry verkopen niet meer. Maar serieus, hè? Wie leest dit nou? Dit is toch een krant? Vind je het gek dat niemand deze krant meer leest? Dit is super saai. Ja, de online wereld die haalt ons in. Onzin! We hebben een prima website waar we zelf ook filmpjes op kunnen plaatsen. Ja, en die worden ook al niet bekeken. Als het zo doorgaat, gaat jullie salaris omlaag. Begrepen? Wacht! Ik heb een idee! We zijn hier bij de basisschool De Vallende Ster. Wat wilt u over uw school vertellen? We willen een gezonde school zijn waarbij kinderen lekker in hun vel zitten. Ik zelf wil de kinderen in mijn klas regelmatig de mogelijkheid geven om even lekker in een appel of banaan te kunnen bijten. Zo geef ik aan ouders het goede voorbeeld mee en hebben we minder kans op vervelende ziektes in de klas. Wat bijzonder en moedig dat je dit durft te vertellen. Och, het is niks hoor. Het is erg leuk om te doen. Oké, je staat erop. Ja. Die middag sleutelde de journalist aan haar reportage. Ja. En dan dat er ook nog uit. En dan dat daar. Ja. Maar dat gaat toch veel te langzaam, jongens. Dit moet echt sneller. Morgen moet het al klaar zijn, hè? En het gaat op de voorpaard. Dit kan niet. Smeek je opschieten graag. De volgende ochtend het er erg onrustig op het basisschool De Vallende Ster. Nee toch, kind? Je hoeft niet te liegen tegen je moeder. Maar, mam, nee? We gaan de juf voor jou eens een lesje leren. Jongen, je moet echt niet tegen me liegen. Je bent helemaal niet gevallen. Dit komt helemaal door de juf, joh. Maar ik ben echt wel gevallen. De juf is ineens op staande voet ontslagen. Ze snapt er niks van. Thuis kijkt de juf achter haar computer. De verhaal over de zogenaamd bijtende juf is een mega hit. En de verkoopcijfers van de TVA zijn nog nooit zo hoog geweest. Breaking news. Juf bijt kinderen. Ik zelf wil de kinderen in mijn klas lekker in hun vel kunnen bijten. Wat is dit? Ik heb dit helemaal niet gezegd. Een jongen van de redactie voelt zich ongemakkelijk bij de nepreportage. Hij vertelt het aan zijn vrienden en het verhaal gaat als een lopend vuurtje. Dat meen je niet. Het was een truc in de montage. Je hebt het helemaal niet gezegd. Ik wist het! Hallo, ik spreek met de Nationale Nieuwsredactie. Het blijkt toch niet waar te zijn, het nieuws van juf bijt kinderen. Aan tafel hier de journaliste die het nepnieuws ter wereld heeft gebracht. Heeft u nog wat te zeggen? Nou ja, het spijt me heel erg, maar het is voor de verkoopcijfers van onze krant. En die moest omhoog, want anders zou ik geen salaris krijgen. We snappen wel dat u in een hele lastige positie zat. Maar we hebben ons lesje geleerd hoor. Dat hebben we gedaan. Ja. Oh, u bent de hoofdredacteur. Vertel. Om nepnieuws te voorkomen hebben wij een mediawijsheidskrant opgestart. Wij vinden dat kinderen recht hebben op goed nieuws. En we willen kinderen ook leren dat nieuws soms verdraaid kan zijn. Bedankt voor het interview. De mediawijsheidskrant wordt een groot succes.